Twee mensen. Mijn ervaring is dat een kind juist vader, een katalysator is van de tegenstellingen tussen twee. En dat heeft met deze dingen te maken. Dus uh, dat is een vraag waarmee ik dan heel lang rondloop. Want daar is zo'n persoonlijke ervaring dan. En uh, dan denk ik, ja, ik heb toch iets anders ervaren. Dat, uh, dat juist, want een kind, hè, een wezen dat. Uh, zo van jouw zelfopoffering afhankelijk is, want het is natuurlijk een baby. Het vraagt aandacht. Uh, dus je moet opofferen. Al die dingen, de, al die tijd die je kan besteden aan, aan je werk, aan die ambitie, aan die carrière, aan je imago, uh, dat verandert. Dus een kind uh, uh, is, zet juist vaak die tegenstellingen op scherp. En uh, daar, hoor, daar, daar hoor ik nooit iemand over, of zelden. En er wordt ook nooit een boek over geschreven. Dus ik wist, ik wil daar een boek over schrijven, ik wil dat laten zien. En, en, en dat is zeeschuim onder andere geworden. Dat is een van de belangrijke thematieken van zeeschuim. En de onderliggende vraag nog even dan, als je hem voor me formuleert, is. Um, nou, de, onder, de onderliggende vraag is, waarom wordt, uh, waarom wordt een kind altijd het krijgen van een kind. Uh, nooit in dat verband, want dat is toch mijn ervaring... en het kan toch niet zo speciaal zijn, want ik zie het natuurlijk ook om me heen... dat, een, krijgen, dat kinderen, vooral kleine kinderen, juist een katalysator is van de tegenstellingen. En dan hebben we het over die dingen die onder uh, die liefde uh, spelen. En, uh, en de verschil tussen man en vrouw. Daarom heb ik ook Rachel Cus, dat mooie motto van Rachel Kusk. He, op aanbeeld. het aanbeeld van het, uh, van het moederschap. Worden de tegenstellingen tussen de seksen gesmeed? En dat is natuurlijk ook zo. En, uh, uh, en dat uh, niet voor niks, dat er zo veel scheidingen zijn. Ik denk dat dat een hele belangrijke reden is dat er zoveel mensen uit elkaar gaan. Want het, is natuurlijk een enorme, het doet een enorme aanslag op uh, en hoe reageren vrouwen, hoe reageren mannen. En ik wilde laten zien: uh, een kind krijgen is natuurlijk heel normaal. Elke ...knippering van ons oog wordt er ergens ter wereld een kind geboren. Heel normaal, normaal kan niet. Bevallen, baren, we doen het niet. Hè? Alle vrouwen in de hele wereld nou, doen het al. Bij, bijna wat. iedereen kan het. En toch is het uh, heel erg vervreemd en angstaanjagend... ...als je het zelf moet ondergaan. En het heeft dus enorme gevolgen. En dat wilde ik ook in dat boek laten zien. Die vrouw die uh, verliest de lichamelijke zelfstandigheid... ...door het krijgen van het kind...